Goedemorgen, welkom in het In Flanders Fields Museum in Ieper. In de Lakenhallen bevindt zich het grote oorlogsmuseum. Die vertelt over de oorlog in de streek van Ieper. Dat wil zeggen van de kust bij Nieuwpoort tot aan de Franse grens bij Armentières. Er zijn 4 of 5 grote veldslagen die plaats hebben in deze streek waarover dit museum vertelt. De belangrijkste zijn de eerste en de laatste van die veldslagen. De eerste, het grote eerste deel van de veldslagen bij Ieper en de IJzerslag. Ook zeer gekend in Frankrijk, omdat het Franse leger daar een grote rol in gespeeld heeft. De eerste slag bij Ieper en de IJzerslag, die markeren het einde van de bewegingsoorlog van de Eerste Wereldoorlog. En die eindigt op het einde van het Eerste Oorlogsjaar in 1914. De 4 volgende jaren zullen gekenmerkt worden door de loopgravenoorlog. Dus de bewegingsoorlog is ten einde en voortaan zitten beide tegenstanders in de loopgraven. De tweede slag bij Ieper is bekend omwille van het gebruik van het kloorgas. Voor het eerst wordt dus een groot chemisch wapen ingezet in de oorlogsvoering. En Ieper heeft trouwens haar naam gegeven aan een van die gassen, aan het mosterdgas. Dat heet nog altijd het Iperiet. De derde slag bij Ieper in 1917 is de meest bloedige van alle veldslagen. En daar zullen meer dan 175.000 doden vallen in de zomer van 1917. En die slag is vaak ook bekend onder de naam van de slag bij Passendale. Dan komt in het voorjaar van 1918 het Duitse lenteoffensief. En dat is voornamelijk bekend als een veldslag die net over de Frans-Belgische grens gaat. Tussen Meteren en Kemmel. En waar opnieuw het Franse leger een grote rol speelt. En tenslotte de meest succesvolle van alle veldslagen bij Ieper is het bevrijdingsoffensief. Dat begint in augustus 1918 in Frans-Vlaanderen en dan vanaf september verder gaat op Belgisch grondgebied en eindigt op de wapenstilstand van 1918 op 11 november. Dit alles wordt verteld in het museum, maar zoals u kunt zien met zeer veel persoonlijke getuigenissen, met zeer veel authentieke voorwerpen, en films over het gebeuren. Het is een museum dat op een moderne manier eigenlijk een inleiding wil geven aan wat er allemaal te zien is in de regio. Want naast de historische verhalen zijn er natuurlijk nog al de plaatsen die zeer belangrijk zijn voor het grote verhaal van de Eerste Wereldoorlog. De monumenten, zoals de Menepoort, de begraafplaatsen, de verschillende sporen die je nog kunt vinden in het landschap, loopgraven, mijnkraters en kleine onderdelen van het landschap die een zo belangrijke rol hebben gespeeld. Het museum heeft ook 3 buitensites die gesitueerd zijn op de Ieperboog. Dat is de saillant rond Ieper, die gevormd is tijdens die eerste slag en die pas bij het bevrijdingsoffensief in september 1918
zal worden doorbroken. En het landschap van vandaag getuigt nog altijd als unieke laatste getuige over de gebeurtenissen van 100 jaar geleden.